Maar dit is echt puzzelwerk, hè? Ja. Dat moet je niet. Oké. Altijd zo. Jouw kunst is heel divers. Kun je er iets meer over zeggen? Nou, in zoverre. Soms maak ik hele grote dingen. En dan als ik daarmee klaar ben, dan vind ik het eigenlijk wel ook weer leuk om wat heel kleins te maken. Bijvoorbeeld die mini-arts van mij, 20 bij 20. Dat is heel priegelwerk. En ik vind de tegenstelling wel mooi tussen grof werk en dat fijne werk. Ja, want je maakt beelden, je maakt schilderijen. Wat voor materialen gebruik je? Of is het gewoon een materiaal wat je gewoon tegenkomt, wat eigenlijk min of meer jou overkomt? Ja, ik gebruik vaak bestaande materialen waar ik een andere draai aan geef. Dus bijvoorbeeld dingen met rolschaatsen die hier staan en die ik op de kop tik ergens even in en ga veranderen. Dus het kunnen ook bestaande dagelijkse producten zijn die ik verander en probeer mensen af en toe op verkeerde been te zetten ook. Ja, want daar beleef jij wel plezier aan, hè? Ja, ik hou van een stukje humor in mijn kunst. Jij mag vandaag hier de mensen een klein beetje entertainen en daarvoor heb je een heel bijzonder pak aan. Hoe kom jij zo aan dat mooie pak? Dit is ontworpen door Tosken van Dingen. Dat is mijn moeder. En ik mocht hem dragen vandaag. En hoe zit dat pak? Zit dat een beetje lekker? Aangenaam? Ja, hij is heel licht. Het ziet heel zwaar uit. Hij is echt gewoon comfortabel. En wat is vandaag en morgen jouw taak? Ik ben een gastvrouw, dus ik vraag of mensen wat te drinken willen. Ik ga met hapjes rond. Een beetje van alles. Goed dan hoor. Deze heb je gezien. Oh, die vind ik zo mooi. Dat zie ik hem in het echt. Ja, dat zie ik in de foto's anders, hè. Ja, maar hij heeft toch ook een paar gemaakt. Hij heeft er nog twee staan. Leuk dat mensen weer langskomen, hè? En je werk weer gaan kijken, gaan zien. Ook nieuw natuurlijk, nieuwe spullen die je dan gemaakt hebt. Die wil je dan graag laten zien en horen wat ze ervan vinden. Dat is het eigenlijk. Ja, het is mooi gemaakt, hoor. Echt? Ja, de mooie tanden. Je hebt ook voor vandaag en morgen een soort bioscoop ingericht. Hoe ben je daartoe zo gekomen? Een leuk programma heb ik gevonden en daar maak ik tekenfilms mee. En toen dacht ik van ja, ik maak al tekenfilms, maar mensen moeten het ook kunnen zien. Hè? Toen heb ik gedacht van, nou ja, ik maak een bioscoopje. Ik heb het al een keer eerder gedaan met, Rob Koenders. En die had toen pak, kun je dat nog herinneren? In de, hoe heet die straat ook alweer? En die heeft hij me uitgenodigd van goh, en die wil je al je filmpjes laten zien. En zo is het eigenlijk ook een beetje begonnen. Dan heb je een matten en een ijzer. Kijk, dit is nog een beetje zacht, hè. Kijk, hier heb je het wel, de tong. Oh, hier doe ik. Ja. En hier heb je daar los. Wat heb je onder andere de laatste tijd gemaakt? Nou, ik ben bezig met de historische wandelroute. Ik heb weer een paar tekenfilmpjes gemaakt. Ik ben bezig met een troon voor de koning. Ik ben allerlei dingen nog.